Ja, goeiedag dames en heren. Welkom bij een vette livestream van mij. Ik heb goed nieuws. Ik heb een vette bus unlocked. Het is een beetje de Rolls Royce onder de stadsbussen. Hij kan goed optrekken, hij kan goed remmen. Ik doe dit vaker. Ik heb een vet stuur gekocht. Daarmee ga ik het besturen. Ja, de donaties zijn open, er kan gechat worden. Dit is nog nooit eerder vertoond, deze stream. En ik ga met jullie lekker zitten bussen. Ik heb een mooie route voor jullie uitgekozen. We gaan van Stuttgart Centrum naar Hoffenheim. En dan op de terugweg pakken we een stukje park. Ja, dames en heren, een snelweg door een park. En dan glij je eigenlijk weer het centrum in. En dat is gewoon ook als buschauffeur best wel lekker om een vette route te hebben. En het is voor de kijkers leuk. Ik heb ontzettend mijn best gedaan om mijn speelpop, en dan bedoel ik de pop waarmee ik speel, op mijzelf te laten lijken. Ik heb een vet blauwe jack uitgekozen. Brillen mochten niet helaas. Lichtenpakketten kijken. Deurcheck. Die gaan dicht. Lampen aan en dan is hij gestart. En we zijn los. Natuurlijk niet vergeten, like en subscribe. Drop een like in de comments. Ik ga goed kijken. Spiegels pakken. Richting. En dan zijn we al bij de halte nummer 1. Tot de stopstreep optrekken. Iets te ver doorgeschoten, maar goed. Natuurlijk mag hun kaart. Goedemorgen. Een ticket, ja natuurlijk. Een regular ticket, print. Die zijn nu zo duur. Even wat geld terug, veel plezier. En niet voor de deur staan daar. Dankjewel. Die deuren dicht. De bus weer recht. Het lijkt dat die bus een beetje last van zijn buik heeft. Omdat hij zo... Maar het is om de passagiers wat lager in te kunnen laten stappen. Je hebt eigen printskins voor je bus. Je kan het interieur kan je pimpen. Je kan ook uiteindelijk je nieuwe velgen eronder zetten. Grote rims. Goedemiddag. Een singele dagkaart. Een reguliere print. Komt dan betaald. Dank u wel. Zou ik uw kaartje alsjeblieft mogen zien, mevrouw? Meneer, mag ik uw kaart? Mevrouw, mag ik u wat vragen? Heeft u een geldig kaartje? Dank u wel. Deze is een prachtige vrouw, ze daar zeg. Wat een gezelligheid hier. U reist met een korting waar u niet, waar u geen recht op heeft. Maar goed, ik heb een goede dag. We hebben weer een bus vol met mensen die legaal in de bus zitten. Tocht een beetje, kan die deur alsjeblieft dicht? Dat kan, want ik ben de bus. Chauffeur. Er is geklooi met de deur in het midden. Soms wil het wel eens dat hij dan ik gewoon niet mag vertrekken, zeg maar. Ik denk dat een goede buschauffeur een gezonde pomp humor moet hebben. Want ja, het is toch wel gewoon een grappig gegeven dat je gewoon mensen naar hun werk brengt en weer thuis. Een jongen die snel is, die klanten onthoudt, de kaart uit zijn kop kent. Oepakee. Ik zit gewoon helemaal niet op te letten, ik zit daar met jullie te praten. En ik knal hem gewoon vol tegen een paal aan. Speedbumps die neem ik altijd wel. Dat is wel hard. Ah, ik krijg een donatie van Chelsea Scout Groen, zie ik nu. Dankjewel Chelsea. Wel raar dat je niet op mijn bericht reageert, maar wel via de donatie-app met mij contact zoekt. Een paar minuten te vroeg, dus ik ga even lucht naar buiten. Vette bus. Ik heb voor urine geel gekozen. Toch een opvallende en rustgevende kleur. Ik doe altijd na 6 haltes en dan ga ik even buiten staan. Een frisse neus ophalen, het is een hele schone stad ook, Stuttgart. Eigenlijk wat ik altijd irritant vind is als mensen onnodig voorrang geven. Dan denk ik, ja, omdat jij even vrolijk bent, staan er gewoon allemaal andere mensen achter jou gewoon te wachten. En ja, dat zijn ook taxichauffeurs, weet je, en buschauffeurs, en die zijn gewoon aan het werk. Er staat wel iemand midden in de... in de middendeur eigenlijk. Maar meneer, kunt u even gaan zitten alsjeblieft? Dank u. Oh, zijn in zijn gezicht. Oh, here you go. Ja, nog een keer die kaart alsjeblieft. Wat doet die meneer daar, joh? Nou, je weet ook niet wat mensen allemaal op een kerfstok hebben op zo'n dag. Misschien hebben ze gewoon een vervelend weekend achter de rug en dan heb je ineens een irritante buschauffeur die in je gezicht staat. Gaat het wel? Mag ik je kaartje even zien alsjeblieft, ja. Ik gun hem het allerbeste, hoor. Ja, de chat gaat ook helemaal los. Looking good. Nou, dankjewel. Dat is leuk. Nog een berichtje. Felix, die zegt, kop op. Je haalt het wel. Nou, mag ik hopen van ook.
Mooie busharco staat hier. Dankjewel. Lieve berichten. Ja, er komen wat meer berichten binnen, zie ik nou. Oh, iemand vindt me er sukkelig uitzien. Er komen nou heel veel berichten binnen in één keer. Even kijken hoor. Ze noemen me lelijkheid. Wit gezicht. Beetje grote ballonnenhoofd. Clownaap. Schellevis. Ik begrijp waar we gaan rijden van. Hé, jij met je lelijke hoofd. Ga eens weg daar. Jammer dat je jezelf ook filmt. Laat gewoon de game zien. Nou, Oké. All the doors seems to be blocked. Jongens. Gehandicapte passagier. Oké, daar gaan we. Dan gaat die bus weer omlaag. En de ramp eruit. Dan heb ik een gehandicapte schuif eruit gedaan. En dan, daar komt hij al. 20 minuten te laat. Dan ruikt hij naar vis. Is iemand vis aan het eten achterin? Oh, oeh, kijk uit. Sorry hoor, maar dit ik heb dit echt nooit, maar hup, die auto. Ga dan toch aan de kant, man. Eigenlijk mag dit helemaal niet, maar ik ga hem opentrekken. Keihard rijden, kom op. Kom op dan. Hou je vast, houdt iedereen zich vast. Niet tegen mij praten nou. Snel die halte in. Eruit, eruit nou. Ja, kom erin. Heb je, voor kaart moet je hebben dan? Ik heb nog 8 seconden voor deze halt en er staat een rij van hier tot zitten. Staat hier iemand voor die deur, jongens? Gods, dit is niet goed. Dit is niet goed. Ik rij hem niet schoon vandaag. Ik rij hem niet perfect. Ik sta vast. Meneer, kunt u? Ze noemen me sukkel, ze noemen me kip. Het stinkt ook in de bus, jongen. Wat is er gebeurd? Ze noemen me vis, ze noemen me kleine grote aap. Meneer, kunt u die? Hou je vast dan, zeg ik toch. Niet tegen mij praten nou. Nou, kom op dan. Kom op dan. Ik heb mensen aangereden. Even de bus opruimen. Achterin wat rotzooi. Heeft iemand een vette cup van het een en ander laten liggen? Ja, zie je. Waarschijnlijk iets van een koffietent. Zo'n snelle koffietent, weet je. Latte macchiato. En dan rijden we hem eigenlijk weer het huisje in. Dan ga ik even kijken of er nog mensen in de kantine zitten. En dan sluit ik het spel af. We hebben een vette route gehad. Het ging goed mis. Vergeet geen like achter te laten en een duimpje. En ja, laat eens nooit een wind in de comments, I don't know. Voor de mensen die het wel vet vonden en ja, die zijn blijven kijken. Sorry voor de casualties. Ik heb heel veel geldboetes gehad. Bedankt voor het kijken en... ja. Excuus. Naar de mama toe.